Onder impuls van het Goede Vrijdagcomité verzamelden zich in de late namiddag een paar honderd mensen op het plein bij het station. Zij namen deel aan de optocht die een stille solidariteit betekende met alle mensen die in onze huidige tijd ten onrechte een kruis op de schouders wordt gelegd. Achter het motto Christus wordt nog steeds gekruisigd in de ontelbare slachtoffers van onrecht, verdrukking en geweld stapten drie groepen de stationsstraat in naar de Bergstraat toe. Vooraan bevonden zich de werkloze jongeren die met deze tocht protesteerden tegen de onmogelijkheid om aan de slag te kunnen en zoiets waardevols van hun leven te maken. Een tweede groep bestond uit kinderen en moeders met kinderen. Zij symboliseerden de armoede, de honger, de kindersterfte en het analfabetisme in heel de wereld. Solidariteit met Midden-Amerika was het motto van de derde groep. Zij stelden met hun demonstratie de vervolgingen, de folteringen, het geweld, het lijden en de dood die in onze tijd gemeengoed zijn in Midden-Amerika en zoveel andere landen aan de kaak. Kort op onthoud, op het pleintje voor de gemeentelijke bibliotheek, stapte de levendige, maar benauwend zwijgzame stoet de Bergstraat in. Halfweg werd ook daar halt gehouden, om op ingetogen, maar pakkende wijze, uiting te geven aan de vele aanklachten tegen onze huidige samenleving.